Goedemorgen allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog en bij deze vroege dienst. Het is inmiddels 6:15 zie ik. Vanochtend ging om 5:00 de wekker. Om 6:30 was ik hier weer op bureau. Dus het was goed, redelijk vroeg. Maar in ieder geval de nachtdienst is al naar huis, de vroege dienst is aanwezig. En ik ga jullie vandaag weer meenemen in alle werkzaamheden die we gaan beleven. We hebben zo nog even een briefing, een overdracht van wat er gebeurd is en wat we nog moeten doen deze dag. Maar voor nu is het rustig, even de mail kijken en kijken of we nog wat de werkzaamheden moeten doen op de computer. Nou, voertuig ingelogd, nummertje gepakt, 2309 voor van deze ochtend. Collega's zijn al buiten, ga ik maar even een rondje maken. Hij wil niet meer? Nee. Hij wil niet meer? Jawel, maar met zijn benzinekraan stond hij niet open. Oh. En die heb ik hem opengezet, maar dan pakt hij niet meteen. Dat is goedkoop of heb je hulp nodig? Ik denk het wel. Of mijn accu moet opraken met opstarten. Maar anders, ik denk wel wat dat hij niet kan doen. Ik keer even, maar kijk wel even. Huh? Ik keer hem wel even hoor. Dank je wel. Nou, we gaan even een klusje doen. Er is vannacht hier een inbraak geweest bij de Shell. Nou, er is één verdachte in ieder geval aangehouden. En we gaan nu even in de omgeving kijken of er mogelijk nog camerabeelden zijn van andere bedrijven. En of er getuigen zijn geweest die wat gezien hebben. Dus even een buurtonderzoekje doen. Dus gaan we even wat aan de bellen hier en daar. Nou, zojuist hebben we dat buurtonderzoek gedaan. Eerder hebben we het van bedrijfspanden, dus eigenlijk weinig mensen die thuis waren. Maar wel veel panden die camerabeelden hebben. Dus we gaan nu even naar het bureau om alles vast te leggen in het systeem. En dan gaan we kijken of die beelden nog opgevraagd gaan worden door de recherche. En dan wordt het allemaal nog uitgekeken. Dan aardig veel werk nog. Maar goed, het hoort er ook allemaal bij. Nou, ik kreeg zojuist een melding van een mogelijke heterdaad inbraak. Nou, toen melden de twee personen zag, die zag ze bezig met een schroevendraaier bij het raamkozijn. Nou, melden sprak ze erop aan, ging ze gauw vandoor in het voertuig. Het voertuig hebben we iets verderop klem kunnen zetten met een aantal eenheden, personen gecontroleerd. Nou, die kwamen met een verhaal dat het familie van elkaar was. En dat ze daarom naar binnen moesten en de sleutel kwijt waren.
We hebben geprobeerd de eigenaar van de woning te bellen. Die hebben we helaas niet kunnen contacten. Het verhaal van de heer is ook wel een beetje bijzonder. Ook omdat het gereedschap hier bij de woning is achtergelaten. Maar op achternaam blijkt het toch wel familie te zijn. Dus voor nu hebben we afgesproken, hebben we de heren weggestuurd. Hebben we foto's genomen van alle schade en het materiaal. En we wachten nu eigenlijk tot de eigenaar contact opneemt. Die kan dan contact opnemen met het verhaal dat het klopt. Of om aangifte te doen. En dan zullen de twee heren op een later tijdstip worden aangehouden. Dus dat was het weer even. Gaan we nu verder de rest van de dienst in. Ik heb juist in hier in Almere stad een melding dat collega's op straat een jongen van 1 jaar aantreffen zonder ouders. En ook, die kon niet meer praten, dus we kunnen de ouders niet aantreffen. In ieder geval Burgernet is opgestart en ook Facebook gebruiken of social media om mensen ermee te laten uitzoeken en of de ouders contact opnemen. En eigenlijk net stond het er 2-3 minuten op, toen werd er gebeld van een bezorgelijke ouder dat zijn zoontje miste. Dus de berichten worden weer van social media afgehaald en ook weer het Burgernet wordt ingetrokken. En de collega's gaan met dat jongetje richting ouders, of vader in dit geval, even voor het gesprek en de jongen thuis te brengen om te kijken of het allemaal goed gaat. En dan is dat weer opgelost. Het is inmiddels 12:30, de zon is weer geschijnen, de regen is opgehouden. Het is verder nog heel erg rustig in de wijk en buiten. Weinig meldingen. Eigenlijk geen meldingen, kan ik beter zeggen. Dus nu even wat vrije surveillance in de wijk. Wat hotspot plekken meepakken. Maar ja, er is ook weinig volk op straat. Dus lekker rustig zo. Nou, het is inmiddels 3:00. De dienst zit er weer op. De late dienst is al binnen. Het was eigenlijk een zeer rustige ochtenddienst. Gewoon administratie en kleine dingetjes gedaan. En voor de rest was het gewoon hartstikke rustig. Ook rustig op straat. Dus voor nu gaan we omkleden naar huisje toe. Dan wens ik iedereen weer bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.